Hij neemt een aanloop, maakt een salto en vanaf enorme afstand vliegt de bal het doel in. De Iraanse speler Nader Mohammadi verrast iedereen op het veld. En de goal wordt goedgekeurd, omdat de keeper de bal nog net met zijn vingertoppen aanraakt. Zo'n salto ingooi had het Iraanse elftal 2 jaar geleden trouwens goed kunnen gebruiken. Toen gebeurde dit in de laatste minuten van een superbelangrijke WK-wedstrijd. Ja, en het gaat wel vaker mis. Toch kan zo'n salto-ingooi een krachtig wapen zijn tijdens een wedstrijd. Door de salto krijgt de bal extra snelheid en komt hij veel verder. Er is zelfs iemand die er zijn beroep van heeft gemaakt. Hi, it's Thomas Kroenemark. I'm professional football throwing coach. And I'm coaching Liverpool FC and 5 other European professional clubs this season. De man staat in het Guinness Book of Records met verste inworp ooit. 51 meter en 33 centimeter. Deze salto-ingooi-expert heeft dit jaar ook de spelers van Ajax nog de fijne kneepjes van het vak geleerd. The first advice is use the whole hand. Use your fingers, your fingertips, your palms and everything. And have a good and solid grip. Handige tip, alhoewel iedereen het op zijn eigen manier doet. De salto-ingooi van Nader Mohammadi bleek trouwens niet alleen spectaculair, het was ook nog eens het beslissende doelpunt. Zijn team won met 2-1.